Ja, afgelopen zaterdag zat ik op de bank. En net als iedereen heb ik de persconferentie van ons kabinet aan mogen horen. En het eerste wat me te binnen schoot was, we moeten de lokale ondernemers van Leiden moeten we gaan helpen. Na een nachtje slapen was de Leidse fietscourier eruit. Hij zocht contact met het centrummanagement en deelde zijn plannen. En ik heb eigenlijk gewoon gezegd, Gijs, we kunnen de ondernemers niet laten zitten met deze ellende waar ze nu voor staan. Ik stel voor dat we ze gaan helpen met het verzenden van de lokale zendingen. We gaan het gratis ophalen en we gaan het gratis bezorgen. En dat wordt mede gesupport door de gemeente Leiden en door ondernemend Leiden. Want gratis, zoals we allemaal weten, bestaat natuurlijk niet. Van tevoren worden de pakketten aangemeld door eigenlijk al onze klanten. En vanuit de aanmeldingen gaan wij routes maken. En de routes maken we aan de hand van het aantal fietsen wat we beschikbaar hebben, het aantal couriers. En dan zeggen we bijvoorbeeld, hier vanuit Leiden fietsen we ook in Oegstgeest. Maken we één ronde voor Oegstgeest waar 50, 60 pakketten in zitten. En dan gaat de courier daar de zending afleveren. Naast gratis bezorging in coronatijd zien Leidse winkeliers meer redenen om zich aan te sluiten bij het plan. Wij doen hier aan mee omdat we het super fijn vinden dat onze klanten eigenlijk dezelfde dag al bezorgingen krijgen. Dus als zij 's middags bestellen of 's ochtends bestellen, dat ze het dan 's avonds al in huis hebben. Zeker nu met kersttijd is natuurlijk super fijn. Want ja, we zijn dicht zoals je allemaal weet. Dus bestellingen lopen door en ja, dat is super fijn en heel fijn van de gemeente dat ze dit hebben geïnitieerd. Centrummanager Gijs Holla hoopt vooral te voorkomen dat de Leidenaar, nu de winkels dicht zijn, massaal online gaat shoppen bij de grote ketens. Ik denk dat heel veel mensen, net als ik, trots zijn op onze Leidse binnenstad. En willen we dat die binnenstad zo leuk blijft als ze nu is, dan zullen we de ondernemers van de binnenstad moeten steunen. Als je dat via de grote landelijke platforms doet, dan gaat het geld allemaal naar die landelijke platforms en houden de ondernemers er weinig aan over. Dus wij roepen daarom op, bestel je spullen online ook bij de lokale ondernemer. Heel veel mensen hebben een webshop en als je de webshop niet kunt vinden via lieverinleiden.nl, de kooplokaal beweging van Leiden, kun je alle webshops van de Leidse binnenstad vinden. En waarom zouden we de kleine middenstand, de kleine Leidse ondernemer laten zitten, terwijl die dezelfde service kan bieden als de grote bol.com's en Coolblues van deze wereld?